Ja, hier is Vissy weer. Met vandaag weer een nieuwe goldfish. Jawel, en we gaan verder. En ik zal even kijken laten zien hoe ver die is. Hij is nu bijna level 13. Nou, best level 13, dat is mooi. Even kijken of we nog iets nuttigs hebben unlocked. Nee, dat hebben we niet. Nee, gewoon impact. Gebruik in plaats van kick. Ja, ik denk dat het handig is. Dat het wel makkelijk is. Even kijken. Slide of hand, quick draw, marksman. Gebruik ik met de support streaks. En daarnaast heb ik nog een assassin class, zou ik zo zeggen. Een blind eye assassin class. Namelijk voor als ik heel veel shit tegenkrijg. Of misschien zelf veroorzaakt. Want dat kan natuurlijk met dit wapen als ik hiermee speel. Want ik ben hier namelijk lekker slecht in. En we gaan kijken of ik mijn eigen weer, dat ik weer wat beter kan spelen dan vorige keer eigenlijk. Ik ga even de mappacks uitzetten. Want ik kan heel weinig vinden de laatste tijd als ik mappacks aanzet, helaas. En nu word ik erin gegooid in ieder geval. Nou, dat is op zich niet erg. We gaan even kijken hoe ver we zijn op mission. En als je net begonnen is, dan maak ik hem even af. En anders... Wow. En ik zie dat oordeel al dat mijn sound keihard staat. What the fuck. We zijn net begonnen, dus we maken gewoon dus even lekker af. Dat is mooi. Huh? Ik zag hem niet. Wauw, faal. Even kijken. We gaan even deze pakken. Securing Alpha. Kun je trouwens nu alweer dominated zijn? En we hebben deze gepakt. Ja, die gasten letten ook dus niet op. Die laten... Die... Kom maar op, je kop. Kut, er is eentje voor mijn neus. Daarom zag ik hem niet. Wat is er nou? Jongens. Wat zit je nou voor mijn neus te dansen? Ik zal hem weer herkennen. Het zal niet zo zijn. Yep, het wordt weer herkend. Oh, het zal niet zo zijn. Kom maar op. Godverdomme. Zo irritant spelen al. Kijken of ik hier... Zo. Ja. Waar dan? Hoe kan hij die gozer dan niet killen, hè? Oh. Er inkomen in een lobby is altijd het ergste wat er is, hoor. Een van de ergste van de dingen wat ik vind. Even kijken of we hier zitten misschien. Moet het een keertje goed gaan, of niet? Zo. En dan ga ik kijken of we... What the fuck? Kom maar op. Even kijken of ze komen. Jongens, kom op, team. Oh, die was lekker. Jump. Kill. En... Nou,
komt het langzamerhand weer een beetje in orde. Yes. Kut. Hé. Jongen, jongen. Jammer. Maar langzamerhand begint het wel een beetje, voor mijn gevoel, iets beter te worden. Het is echt niet normaal. Jongens, kom op nou. Oh. Wauw, wat een faal. Iedereen is trouwens weg. Oh, dat is helemaal lekker weer. Nou. Mijn auto. Ik snap niet dat sommige mensen zo'n auto-aim hebben. Hiermee hebben. Oh, wauw. Even. Hier naartoe. Zo. En dan overnemen maar. Want we staan achter. En ja, als ze niet joinen, dan kunnen we nog misschien even winnen, snap je? Zo. Ah, kut. Veel te traag is. Jezus. Zo. Nou, ik heb wel mazzel. Eventjes die cap pakken, jongens. We staan zo achter. En zo komen we langzamerhand toch weer een beetje terug. Oh, kut. Ik zag hem niet. Maar ja. Waar komt hij? Waar komt hij? Komt hij? Kom op. Wow. Zag je zijn kop? Zijn lichaam, zeg maar. Hij jumpt heel raar. What the fuck? Nou. Au. Ergens. Nou moet ik even weten waar, waar hun spawnen, want die ben ik nu kwijt natuurlijk. Jezus. Kom op. Kijken of ze hier beneden zitten. Even kijken. Die haalt het wel. Even Semtexje daartoe gooien. Oh, kut! En dit zal waarschijnlijk mijn dood worden. Kom op. Nee, dat gaat hem niet worden. Kut, en achter ons. Jongens, let even op. En daar zit hij. Oké, okay, dat is mooi. Dat is ook mooi. Jongens, loop tegen me aan. Jezus. Nou ja. Oké. Okay. Nou, 16 kills. Valt mee. Even kijken. Ik heb een heel kort potje voor mij gespeeld, hè. Wauw, dit is ook trouwens. Nou, Wolfie, herken je me. Maar je weet wel dat ik hiermee dus niet speel, hè. Wolfie. Maar ja. Maakt niet uit. Gewoon een beetje. Kom op, we moeten gewoon een beetje beter in worden. Heartbeat sensor. Zal ik dat erop zetten? Gewoon zo meteen. Even kijken, hij is nu level 13, hè? Dat doe ik beter als ik dubbele dingen heb. Ga ik nog even een potje Team Deathmatch erachter doen?
Dat is wel zo leuk, denk ik. Want anders is het een beetje kort, snap je? Een beetje weinig kills weer. En je moet wel een beetje kills maken, kom op. Hé, en hoe kan het dan ook dat het zo'n map is natuurlijk? Ik kan natuurlijk gewoon een heartbeat sensor opzetten. Dacht ik me ineens. Gaan we gewoon een heartbeat sensor opzetten? Waarom ook niet? Kan makkelijk zijn, zo'n ding. Ik vind het zelf best irritant als mensen ermee spelen. Dus ja, waarom zal ik er niet een keertje mee spelen? We gaan gewoon even kijken hoe dat, of dat een beetje werkt. Ik heb altijd het idee dat ik te veel ga kijken dan op die heartbeat sensor, zeg maar. Snap je? Dan kijk ik niet naar de mensen zelf, maar gewoon naar die heartbeat sensor. En dat is, soms niet zo heel erg handig, snap je? Zij toch? Kennen we. En we gaan even kijken of we iemand zien hier. Af en toe een beetje speaky. Dat is best nice. Even kijken of hier iemand zit. Dat is mooi. Wauw, ik zag hem echt pas op het allerlaatste moment. Maar ja. Oeh, dat is ook netjes. Thermal ding. Yo, dude. Faces. Oh. Nou, tot nu toe zie ik gewoon helemaal niemand op de radar. Daar zit er wel eentje daar, ergens. Maar zit hij daar achter? Jongen. Ik moet even healen weer. Gaan we hier even kijken. Nou, ben toch... Brrr, Chris. Akelig weinig mensen zie ik op de radar. Zijn er wel mensen? Ja, 5. Niemand daar. Ik zou zeggen, dit moet hier iemand spannen, maar... Wat, krijg ik hitmarkers? Ik raak hem ook niet volledig hoor trouwens. Het kon wel een hitmarker zijn, ik raak hem niet goed. Ik ben zo traag. Ik twijfel om te schieten. Dat is mijn fout eigenlijk hiermee, denk ik. Ik denk het wel, dat het mijn fout is. Oh, dat is wel... Jezus. Oké. Logisch was dat. Ja. Ah, gaat langzamerhand een beetje beter. Wil niet zeggen dat ik bij de facecam klom, maar. Maar toch. Oh, hey, what the fuck? Iemand liep van ons toch langs? Ja, ik dacht het al. What the fuck? Dat sloeg helemaal nergens op, toch? Hoi! Oh, ik zag het niet door die... Dat die gozer van ons erachter stond. Zag je het? Kon je het begrijpen wat ik bedoelde eigenlijk, zeg maar? Jezus. Daar zit er één. What the fuck? Achter me. Jammer. Pas 7 kills trouwens. Laat ik in ieder geval 10 hebben. Of 11 of zo. Weet je. 10, 11, 12 zo'n beetje. Dan vind ik dat ik het geslaagd ben. Weet je, TDM. Toch lastig. Een sniper voor mij dan in ieder geval. Nou. Ik heb het idee dat... Echt niemand wat doet. Loop ik midden in de map.
Nou, kom op. Die heeft ook geen headset dus. Dan kijken of een paar mensen zichtbaar zijn op de radar. Kom op. Jammer. Ik ben net elke keer te laat. Looproute is... What the fuck? Oh, het is bijna afgelopen natuurlijk. Jezus. Kutzooi, ik twijfel te veel. Niet gaan twijfelen, Chris. Je moet gewoon schieten. Je moet gewoon durven. Weet je? Als je niet durft, dan gaat het ook nooit worden. Maar ja. Kom op. Heel vervelend nu, hoor. Hé. Nou, nog eentje. Nah, bullshit. Op dat moment word ik geraakt en dan raak je gewoon niet. Nou ja. Ik moet echt wennen. Ik gebruik toch quick draw. Ik snap het echt niet. Dat het gewoon... Weet je, dat is zo overpowered normaal gesproken. Maar het lukt mij nog steeds niet, joh. Tering. Maar ja, gelukkig was mijn team niet slecht. En in dit geval. Nou ja, ik sta gelukkig nog plus. Dat scheelt weer. Ik heb wel dual attachments unlocked. Nou, daar ga ik misschien de volgende keer even mee spelen, denk ik. Tenminste, ik weet niet eigenlijk. Ik heb helemaal geen nut trouwens, hè. Dual attachments. Even kijken. Want wat... Nee, ik zou niks anders op kunnen zetten. Ja, alleen als ik een standard max heb. Dan zou ik even dual attachments kunnen gebruiken vanwege die heartbeat sensor en extended max. Denk ik. En anders laat jullie even mijn dingen weer achter. Ik wil je toch bedanken voor het kijken natuurlijk. Geef me een duimpje weer omhoog. Geef me altijd wat tips. Altijd vind ik hartstikke fijn om te weten. Want ik ben er echt niet goed in. En ik doe me echt mijn beste mee. Maar het is echt... Als je echt iets waar je een hekel aan hebt... Beter in wil worden. Ja, dat is een stukje lastig. Zeg maar. Nou, in ieder geval, ik wil jullie graag. Ik ga je niet ophouden. Tot de volgende keer. Bye bye.